Er zit schot in de ontwikkeling van het vijverterrein. Het college heeft ingestemd met een overeenkomst met ontwikkelingsmaatschappij De Groene Weert voor het bouwen van maximaal 140 woningen op vijverterrein deelgebied 3. Hiermee krijgt niet alleen de woningbouwontwikkeling in de gemeente een invulling, ook het vijverterrein krijgt een impuls. Voor het deelgebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarin staat een overgangszone met groen en water gepland tussen deelgebied 2 en 3. De wat duurdere woningen krijgen een plek meer naar de dijk toe. Ontwikkelaar en gemeente gaan de omwonenden en andere belangstellenden binnenkort informeren.